iedereen kan haken. We gaan vandaag een heel leuk babyvestje haken. En dat babyvestje, dit is het. Dit heet babyvestje verlies. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar alle video's van iedereen kan haken. De duimpjes omhoog, abonneren. En ja, iedere keer probeer ik een zo goed mogelijke video te maken. Dit keer wordt het babyvestje Felice. En Felice is pas geboren. Dus ja, dat is heel leuk natuurlijk om dan met een leuk kraamcadeautje aan te komen. Je kan hem ook zonder mouwtjes haken, zie je? En ik heb hem ook in andere maten nog gemaakt. Iets groter, ook zonder mouwtjes. Gewoon om eventjes te laten zien. En dan heb ik er nog één gemaakt. Want ik kon niet ophouden. Als je wol over hebt, ja, je hebt zo makkelijk en zo snel dit leuke vestje gehaakt. Het babyvestje Felice. Ik zou zeggen, we gaan nu kijken. En volg de hele tutorial. Stuur je foto's op als je klaar bent. En nou, ik zou zeggen, veel haakplezier! Je hebt nodig om het babyvestje Felice te haken een schaartje, een stopnaaldje, een beetje botte punt, dat kan van alles zijn, om draadjes weg te werken, een centimeter om de bovenwijdte te meten, dus eigenlijk echt van deze kant, van links naar rechts, dat is de bovenwijdte. De armomtrek te meten en de lengte. De lengte gewoon van boven naar beneden van het vestje. Dan heb ik haaknaald nummer 4 gebruikt. En hier wil ik even over zeggen, als je nou heel vast haakt, pak dan een half naaldje groter, pak dan 4,5. En haak je heel los, pak dan een half naaldje kleiner, haaknaald 3,5. Ik heb ook de wol van Colocrafter van Scheepjes gebruikt. En ja, deze is opgerold, dus het label heb ik nu niet bij de hand. Maar de Colocrafter, ja, welk kleurtje dat je ook wilt bestellen of kopen, waar dat je je wol al normaal gesproken koopt. Dus voor haaknaald nummer 4, de Colocrafter. En gewoon een bolletje van 100 gram. En ja, voor een maat voor 1 jaar bijvoorbeeld, dan pak je 2 bolletjes. Maar voor 0 tot 3 maanden en van 3 tot 6 maanden heb je aan 1 bolletje Colocrafter. Heb je genoeg? Nou, nu kunnen we gaan beginnen. We beginnen aan de bovenzijde van het vestje. Dus je maakt nu een losse ketting en dan pak ik eventjes de maat erbij. En dan gaan we met halve stokjes. En hier wordt een steekmarker ingezet. En een aantal steken verder ook. Maar dit is natuurlijk al een vestje wat in elkaar zit. Of tenminste al een stukje gehaakt is. Maar ik begin dus met een losse ketting. En we hebben nog 4 steekmarkers nodig. En dan gaan we nu beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je hebt ook nog nodig steekmarkers voor in de hoekjes van de bovenpas. Ik heb 2 kleurtjes hier gebruikt voor boven en voor deze hoekjes iets donkerder. Ja, dan zie je een beetje, straks ga je het vestje zo neerleggen zodat het bovenpasje ook echt een bovenpasje wordt. Maar je haakt hem dus met een lange ketting en dan doe je de steekmarkers in de hoekjes. Dus je krijgt dadelijk hoekjes, zie je, en dan doe je die steekmarkers erin zodat je precies weet dadelijk waar je de hoekjes kan haken. En dan kunnen we nu gaan beginnen.
Tot zo! We beginnen dus met het bovenpasje, dus met het aantal lossen. En dan kijk ik heel even op het patroon hoeveel dat we daarvoor nodig hebben. Voor de kleinste maat, even alles goed zetten. Oh nee, 53 lossen. 53. Dan voor maat 3 tot 6 maanden 57 lossen. 63 voor 6 tot 9 maanden. En 69 lossen voor 9 maanden tot een half jaar. Dus zie je, zo is het opgebouwd. De maanden 0 tot 3, 3 tot 6, 6 tot 9. 9 tot 12 maanden. En ik ga dit patroon uitleggen voor maat 50, dus 0 tot 3 maanden. En dan beginnen we nu met de aantal lossen op te zetten, en dat is dus 53 lossen. We beginnen met een opzetlus. En dan moet ik nog heel even kijken. pagina. Ja, haak 53 lossen. Dus die opzetlus, ik weet niet hoe jij hem maakt, maar ik doe het eigenlijk altijd. Ik pak eigenlijk de draad zo, dan draai ik de draad en dan pak ik het waar het uiteinde zit, de draad weer op, en dan heb je een opzetlus en dan 53 lossen. Doe het gewoon lekker losjes, want ja, je kan beter gewoon lekker goed beginnen dan dat je te strak of zo haakt. Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. En dan voor jouw maten de opgezette lossen. En voor maatje 50 hebben we dus 53 lossen. En dan zie ik je op het einde weer terug. Tot zo! Nu beginnen we aan de eerste rij. En we beginnen in iedere steek een half stokje te zetten. En je haakt vanaf de tweede losse, vanaf de haaknaald. Dus vanaf de eerste twee lossen, daar haak je een half stokje. En dan in de volgende zeven steken haak je een half stokje. Dus 2, 3, 4, 5. 6, 7. En in de grotere maten heb je 8 stokjes, halve stokjes, 9 of 10. Maar we zijn bij maatje 50 en dan doen we 7 halve stokjes. En dan ga je in één steek, in die volgende steek, ga je een hoekje maken. En dan gaan we dus 1 half stokje, een losse en een half stokje doen. 1 half stokje, een losse, en in diezelfde steek weer een half stokje. Kijk, en dit is je hoekje, en hier zet je dus, kijk, hier heb ik al steekmarkers, die steekmarker die zet je dus hier in dit hoekje. En als je het hoekje klaar hebt, dus een half stokje, een losse, een half stokje, dan zet je daar je steekmarker in.
En dan ga je nog een keer 7 halve stokjes maken. En voor de volgende maten ook 7, 8 of 9. Maar we zijn nu bij maatje 50. Dus we blijven nu bij maatje 50. En dan gaan we nog 7 halve stokjes maken. 1. 2 tot 7. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. Dus als je weer 7 halve stokjes hebt gehaakt, ga je in die volgende steek een hoekje maken. Dus in één steek een half stokje, een losse, en in diezelfde steek weer een half stokje. Dat is het hoekje. En dan ga je weer een steekmarker pakken. Die zet je weer in het hoekje. En dan gaan we de volgende 18 steken maken. En voor de grotere maten is het 20, 22, 24. Maar nu met de uitleg doen we maatje 50. En dat is 18 halve stokjes. 1. 2. En dan ga ik verder tot 18. En dan zie ik je weer terug. Tot zo. Ik heb nu, dit is de achterkant dus eigenlijk van het vestje, 18 halve stokjes. En dan gaan we nu weer het hoekje maken. Dus in één steek een half stokje, een losse en weer een half stokje. En je pakt weer je steekmarkeerder. Dus de steekmarkeerder, die zet je in het hoekje. Zo. En dan gaan we eigenlijk weer in spiegelbeeld verder. Dan gaan we weer van maatje 50 7 steken een hoekje en weer 7 steken doen. Dus nu 7 steken, 7 halve stokjes. 1, 2, 3. En ik zie je bij 7 weer terug. Tot zo. Zo, en dan gaan we met 2 losse omhoog. Dat is de eerste rij. En dan gaan we nu naar de tweede rij. Haak 1 losse en keer het werk. Oh, ik heb net 2 losse gedaan. Nou, 1 losse. En zet de steekmarker in je losse. Dus dan weet je altijd waar je begonnen bent. Haak in elke steek dan een half stokje. En dan doe je bij de hoekjes doe je de steekmarkeerder verplaatsen. En dan haak je in totaal 64 halve stokjes. En dit zijn de maten voor de grote, of de aantallen voor de grotere, voor de grotere maten. En dan even kijken, die rij 2 die haak ik dus niet mee, maar die kan je nu nog lezen. En dan ga je rij 3 tot en met 10. En dan voor de grote maten heb je 11, 12 of 13 rijen nodig. Doe je weer 1 losse en je keert het werk. En je zet de steekmarkeerder weer even in je losse. En dan herhaal je rij 2 nog 8 keer. En voor de grotere maten 9, 10 en 11 keer. En dan haak je verder tot je 128 steken hebt. En voor de grotere maten 140, 154. 168 steken. Dus je herhaalt rij 2 nog 8 keer. Dus je begint inderdaad weer met rij 2 en dan eindig je tot rij 10. Tot rij 10 voor maatje 50. En dan bij rij 10, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Dan gaan we nu aan de tweede rij beginnen
En dan beginnen we met 1 keer lossen. En we keren het werk. En dan gaan we gewoon op elke steek 1 stokje zetten. Of een half stokje, sorry. Een half stokje. Tot je bij de hoek bent. En dan zie ik je weer terug. En als je bij de hoek bent, ja, dan haal je weer die steekmarkeerder eruit. Als je bij het hoekje bent van de tweede rij, dat zie je eigenlijk door je steekmarker heb ik net uitgehaald, maar je trekt het een beetje uit elkaar en dan zie je waar die steken zitten. Dus op elke steek gewoon een half stokje, 1 losse in de hoeken en weer op elke steek een half stokje. En dan zet je weer je steekmarker er weer in. En zo ga je alle steken af in rij 2. En als je nu dus de 10 rijen voor maatje 50 klaar hebt, dan zit je bovenpasje er zo uit. Ja, jij hebt natuurlijk de steekmarkers meegerekend of meegenomen. Dus dan heb je hier zo 1, 2, 3, 4 hoeken. En dan ga je het eigenlijk zo neerleggen. Even mijn haaknaald eruit. Kijken of het lusje niet weggaat. Want ik doe nu camera en. Dus en deze ook. En dan keer je het werk. Zo. Zie je? En dan heb je je bovenpasje klaar. Knap, hè? Dus dan gaan we nu bij het even kijken hoor. Hier bij het lijfje beginnen en dan zie ik je zo weer terug. Het wordt echt heel schattig, dus het is eventjes begrijpen hoe je die hoekjes haakt, maar het wordt echt heel schattig. Tot zo. Als je klaar bent met het bovenpasje, dan gaan we nu aan het lijfje beginnen. Dus het bovenpasje leg je eigenlijk zo neer, die bovenkanten aan elkaar, en dan is dit je bovenpasje. Zie je? Het begint nu al echt op een vestje te lijken, en dan doe je deze hoekjes op deze leggen. En dan kan je die, dan moet ik even kijken of ik hier dus nog steekmarkers heb. Dan zet je die met een steekmarker aan elkaar, die hoekjes. Zie je? En dan is dit puntje van het vestje. Even goed laten zien. Zo leg je het dan neer. Is dit echt de oksel van het vestje? En dan zet je ze vast, die hoekjes. Met de steekmarker. Je zoekt echt eventjes wel goed je hoekje op. En dit hoekje. Zo. En dan gaan we nu aan het lijfje beginnen. Dan ga ik heel even in het patroon het lijfje zoeken. Ja, je kan natuurlijk ook altijd patroon bestellen. Via iedereenkanhaken@hotmail.com. En ik kan nu even, oh ja, hier is het lijfje. Ik dacht ik kan het niet vinden, maar het is niet zo moeilijk. Het lijfje. We beginnen nu dus met rij 11. 2 losse, 2 stokjes. En dan gaan we een herhaling doen van een losse en een steek overslaan. En een stokje in de volgende steek. Dus het lijfje, dat worden gewone stokjes. Kijk, als je het zo draait, dan heb je, moet je even de mouw wegdenken. En dan gaan we aan deze kant beginnen met 2 losse en 2 stokjes. En dan doe je
één losse en je slaat een steek over en dan weer een stokje. Ja, dit zijn dus stokjes, dit zijn gewoon stokjes met een losse, een stokje. Dus we beginnen nu aan het lijfje. Je hebt de oksels zo al met een steekmarker vastgezet en je houdt het dan de halslijn aan de onderkant. En dan beginnen we dus, en dit is het lijfje, zo kort is het eigenlijk maar. Maar je kan het lijfje natuurlijk ook veel langer maken, wat je wil. Maar deze toer, rij 11, beginnen we met twee losse, twee stokjes en dan een losse stokje. En je slaat een steek over. Maar ik haak eventjes met jullie mee. Tot zo! Je legt dus zo het babyvestje verlies, leg je netjes neer. Je hebt nog steeds de draad aan je haaknaald en we gaan nu met, even kijken, ik heb hier toevallig een losse gedaan, dus twee lossen en dan keer je het werk. Dan gaan we twee stokjes in de volgende steken maken, bedoel ik, dus echt een stokje en dan in de volgende steek nog een stokje. En dan gaan we een herhaling doen, dus dat is een losse of een steek overslaan, een stok, een losse en een stokje, een losse, een steek overslaan en een stokje, dus een losse, een steek overslaan en een stokje, dat is rij 11, een steek overslaan. Of eerst een losse, een steek overslaan en een stokje, een losse, een steek overslaan en een stokje. En dan ga je natuurlijk hier bij deze steekmarker ga je verder. Dus dit is het armsgat, dit laat je open en dan gaan we gewoon verder. Mag de kaak nog eventjes een stukje mee? Een losse, een steek overslaan en een stokje, een losse en dan zijn we hier dus bij het armsgat en je moet natuurlijk een steek overslaan, maar je moet het armsgat ook mee pakken, dus ik ga gewoon even in die openingen, daar zet je je haaknaald in, je doet je draad om de haaknaald en je trekt door en dan maak je je stokje af, 1, 2. Zo, dan heb je meteen eigenlijk het armsgaatje dicht gehaakt. En zo vervolg je dus heel toer 11, want dan ga je nu weer verder. Je slaat een steek over en je maakt weer een stokje. En bij het andere armsgat doe je precies hetzelfde, dus je steekt je haaknaald erdoor en je maakt een stokje. En dan heb je het armsgat meteen dicht gemaakt. Dan zie ik je op het einde, bij het einde van rij 11, begin rij 12, zie ik je weer terug. Tot zo! Je eindigt rij 11 met 3 stokjes, zodat je wel een rechte voorkant krijgt. En we beginnen rij 12 met 2 lossen. We keren het werk. Kijk, in rij 12... even goed laten zien. Nu gaan we in die opening, in de opening 2 stokjes zetten en op het stokje een stokje. En dan beginnen we wel hier met, even kijken, 2 lossen en haak op elk stokje een stokje en in de opening 2 stokjes. Rij 12. Een stokje. Op de volgende een stokje. En dan gaan we in elke opening 2 stokjes haken. Eén. Twee. En op het stokje weer een stokje.
en weer 2 stokjes in de opening en zo haak je gewoon de hele rij af. Dan zie ik je op het einde van rij 12, dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van rij 12 en dan gaan we nu, en zorg goed dat je op elk stokje, op die laatste 3 stokjes van de vorige toer, daar een stokje hebt gezet, en ook op die 3 losse, dat je daar ook een stokje op zet, zodat je middenvoorlijn ook goed door blijft lopen. En dan gaan we nu naar toer op rij 13 met 2 losse en dan keer je weer het werk. En dan gaan we nu even kijken, want dan moet ik heel eventjes weer spieken. Rij 11 gaan we herhalen. Ja, we gaan rij 11 herhalen, want dan gaan we gewoon een stokje los, een stokje doen. Dus we gaan rij 11 herhalen, dan doen we op de eerste 2 steken een stokje, 1 losse, en dan gaan we elke keer 1 steek overslaan en een stokje maken. En op het einde doe je dan weer 2 of 3 stokjes, 3 stokjes, maar net hoe je uitkomt, maar in ieder geval geen opening. Nou, dat is makkelijk. Rij 13 is hetzelfde als rij 11 en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We zijn nu klaar bij rij 13 en dan gaan we nu naar rij 14 met 2 lossen. En dan keer je weer het werk. En dan zijn we nu bij de laatste rij van het lijfje. En dan gaan we hier 5 stokjes op een stokje zetten en een vaste 5 stokjes, een vaste 5 stokjes. En dan krijg je dat leuke randje aan de onderkant. Echt heel leuk. Maar we doen wel eerst even die 2 stokjes in het begin. 1 stokje op elk stokje. Zo. Dan gaan we 1 steek overslaan. Even kijken, deze steek slaan we over en op dit stokje gaan we nu 5 stokjes zetten. 1. 2 3 4 5, en op het volgende stokje zet je een vaste, dus insteken, draad ophalen, omslaan door 2. En je gaat weer hier 5 stokjes opzetten en op deze weer een vaste 5 stokjes en een vaste. Dus zo ga je heel toer over rij 14 doen. Vergeet niet dat je die eerste 2 stokjes nog moet maken voor de bies voor straks. Ga je hier nog een biesje aan maken. Maar dit is rij 14 van het lijfje. En dat is ook tevens de laatste rij. Kijk maar, echt heel schattig. En dan zie ik je dadelijk op het einde van rij 14 weer terug. Tot zo! Einde van rij 14. Ga je nog op elk stokje een stokje zetten. Dus 1. 2. En op die 2 lossen die je in het begin hebt gezet, is altijd een beetje voelen van waar zet ik hem in.
want dat is natuurlijk geen echte steek, maar dat zijn gewoon de losse. En dan ben je eigenlijk klaar nu met het lijfje, ben je nu klaar. En dan gaan we nu aan, dan hou je de draad dus wel aan je garen wel eraan, dus niks afknippen. En dan gaan we nu aan het biesje beginnen. Dit is het biesje. En dat is ook hartstikke leuk om er een biesje aan te maken. En die loopt gewoon lekker door. Maar dat zal ik dadelijk uitleggen. Je bent nu klaar met het lijfje. Je laat de draad eraan zitten. En kijk, het is echt al een heel leuk vestje aan het worden. Babyvestje verlies. Ja, het is echt ook schattig. Als je echt een... maar het kan ook voor een pop gemaakt worden. Maar dit is echt maat 50. Dit is echt het kleinste maatje. En hij is ook in andere maten. Maar dan moet je het patroon bestellen als je wil. Dan kan je dat mailen naar iedereenkanhaken@hotmail.com. En dan krijg je het patroon in PDF. Het is wel een kooppatroon. Dus, maar dan stuur ik je de gegevens hoe dat je het kan bestellen. Nou, ik zie je terug en dan gaan we het biesje beginnen. Tot zo! Als je klaar bent met dit laatste leuke schattige randje, gaan we nu de bies voor de knoopjes maken. Als je knoopjes eraan zet, dan moet je zelf weten. Want ik ga het gewoon zo eigenlijk uitleggen en ik ga er zelf geen knoopjes op doen, maar dat kan dus wel, want dan zet je gewoon knoopje hierop en dat gaat dan door deze opening. Dan gaan we dus voor de bies van de knoopjes gaan we een losse maken en haak rondom een vaste, haak in de hoeken dus drie vaste en dan gaat je hoekje niet krullen. En bij het insteken aan de zijkant zijn vaak twee vaste, omdat je dan aan de zijkant van een half stokje insteekt. Rij 1, een vaste dus, met één losse. Je laat je draad dus aan de laatste stokje. 1 losse. Dan gaan we 2 vaste doen in deze ruimte. Of eigenlijk, ja, je kijkt even waar je ruimte zit. 2 vaste. Je haakt dit helemaal rond en in de hoeken haak je dus 3 vaste. Zie je dat dit dan gewoon een heel rijtje vast wordt. En ik zie op het einde zie je weer terug, dus op dit hoekje 3 vaste. En als je klaar bent voor van de eerste rij met de vaste, gaan we met rij 2. Haak 2 losse, haak 1 half stokje in de eerste steek. En dan ga je herhalen 1 losse en sla een steek over en een half stokje. Oké, nou dan gaan we dus beginnen. Haak 2 losse. Je bent eigenlijk geëindigd hier, waar je hier ook begonnen bent. Hier ben je eigenlijk zo begonnen. Dus ik ga nog 1 vaste erbij doen. Nou, dan gaan we nu aan rij 2 beginnen van de bies voor de knoopjes met 1 losse. 2 losse, sorry. 2. En dan keer je het werk. En dan moet ik nog heel even bij het patroon zetten. Haak 2 losse en keer het werk. En haak 1 half stokje in de eerste steek. Nou, het werk hebben we nu verkeerd, dus we zitten nu aan de verkeerde kant van het werk. 1 half stokje in de eerste steek. Zo. Dit is een half stokje. Dan gaan we een losse en een steek overslaan en een half stokje doen. Een losse, 1 steek overslaan en een half stokje. Een losse. Een steek overslaan. Kijken of je het goed kan zien. En een half stokje.
een losse, een steek overslaan en een half stokje. En zo maak je de hele toer af. En dan krijg je inderdaad dit leuke effect. Kijk, vanaf de verkeerde kant. Dit is de toer 2. En dan ga je op die hoek, even kijken of ik het goed kan laten zien, zet je een half stokje, 3 losse en een half stokje. Ja, dat doe je op de hoeken. En verder maak je de hele toer af, zoals ik het net gezegd heb. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! En omdat je rij 2 begonnen bent met 2 losse en een half stokje, eindig je ook hier met een half stokje. Dus 2 halve stokjes, daar eindig je mee. Daar eindig je de rij 2 mee. Dan ga je naar rij 3 en dan keer je werk naar je goede kant en je haakt 2 losse. Ik doe altijd eerst 2 losse en dan weer naar de goede kant. Haak 1 half stokje in de eerste steek en haak in de losse opening 1 half stokje en haak op het voorgaande halve stokje een half stokje. Nou, dus we beginnen met 1 half stokje. Even goed de steek pakken. Een half stokje in die eerste steek. Dan gaan we in die losse opening een half stokje doen. En op het halve stokje gaan we een half stokje doen. Het is eigenlijk heel simpel, rij 3. In de opening een half stokje en op het halve stokje een half stokje. En zo haak je de hele toer rij 3 af. En hier in het, op het hoekje, dus is eigenlijk dit hoekje hier, hier zet je 3 halve stokjes in. En dat doe je ook aan het andere hoekje. Dus op het hoekje zet je 3 halve stokjes en verder die hele rij in de opening een half stokje. En op het halve stokje. Nou, wel goed even de steek pakken. Zo, en in de opening weer. En zo maak je de hele toer af. En dan gaan we dadelijk aan de mouw beginnen. Tot zo! Als je klaar bent met de rij 3, vergeet dan niet, even kijken hoor, een half stokje op een half stokje. En dan vergeet je niet de laatste nog een keer. Deze, dit zijn je 3 losse of 2 losse, dat je daar ook nog een half stokje op zet. Nou, en dan kan je haaknaald eruit. Je pakt je schaar. Nooit te kort eigenlijk afknippen. Ik pak altijd best wel een lang stuk. Zeker, even kijken, nou meer dan 10 centimeter. Want als je hem doorheen haalt, door de lus, kun je altijd gewoon een beetje zachtjes aantrekken, zo niet te hard. En dan ga je dus nog afhechten, je draadje. En dit is dus de verkeerde kant en dit is de goede kant, dus dan blijf je eigenlijk aan de verkeerde kant je draad afhechten. Je draad kan beter te lang zijn dan te kort. Je pakt gewoon zoveel mogelijk lusjes op waarvan je denkt van dit is een beetje onzichtbaar. Zo. En dan kan je ook nog een keer zo waar de toer begint doorheen. Zo. En dan sla je één lusje weer terug over. En dan ga je weer terug. En dan is je draadje afgehecht. Pak je schaar. Ik hou altijd mijn schaar een beetje zo schuin. En ik trek wel aan het koordje.
zodat het, dat ik niet in het haakwerk knip. Zo, kijk, en dan trek je er een beetje aan en dan zit hij echt lekker weggewerkt. De steekmarkers kunnen eruit. Oh, ik heb hier ook nog een draadje, dus dat ga ik ook nog even afwegen. En deze kan eruit. En dan gaan we aan de mouwen beginnen. En het kan ook dat je zegt van, ik doe het vestje zonder mouwen. Deze hecht ik zo dadelijk ook nog even af. Aan de binnenkant natuurlijk. En dan gaan we aan de mouwen beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We gaan nu aan de mouw beginnen en de mouw beginnen we aan de goede kant van het vestje. We zetten dus in het hoekje hier gaan we aanhechten. Dan gaan we in het rond halve stokjes haken en dan keren we weer het werk zodat je dezelfde ribbeltjes krijgt als het bovenlijfje. Dus we beginnen nu met een opzetlus. Je haakt aan de goede kant, ga je aan de mouw beginnen. Ja, ik zet hem vast met een vaste. En dan één losse. En dan gaan we in elke steek een half stokje zetten. Oh. En probeer de steek te pakken met twee lusjes. Het begin is even lastig, maar als je eenmaal weer aan het haken bent, dan haak je helemaal in het rond met halve vaste. Tot het eind en dan zie ik je weer terug. Tot zo! En als je op het einde van de toer bent, dan sluit je de toer met een halve vaste. Je begindraadje duw je lekker naar binnen. En die halve vaste die maak je in die steek waar je eerste stokje zit. Je slaat je draad om en je haalt door de lus. Dan ga je naar de tweede toer met twee lossen. En dan, even kijken, ga je niet aan de goede kant verder, maar aan de verkeerde kant. Dus je keert het werk. En dan ga je aan de verkeerde kant weer in elke steek een half stokje maken. Op elke steek een half stokje. Dat is de tweede toer van de mouw. Tot het einde en dan zie ik je weer terug. Tot zo! Als je op het einde bent van de tweede rij, dan sluit je weer de toer met een halve vaste. Dan gaan we weer met twee omhoog en dan keren we weer het werk aan de goede kant. En dan gaan we nu minderen en dat doen we alleen maar in de eerste en in de laatste steek. Minderen doen we dus omslaan. Je pakt één steek, je haalt je draad door en je pakt de volgende steek en je haalt je draad door. En dan ga je door alle lusjes.
Zo. En dan gaan we in elke steek gewoon weer een halve vaste zetten. En op het einde gaan we weer een steek samen haken. Dus ik zie je op het einde, zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde. Alles wegleggen. Van de derde toer. Dus de toer dat je twee steken mindert op het begin en op het eind. Dus je steekt in de eerste en in de laatste in. En je haalt door alle lussen. En dan heb je twee steken geminderd. En dan gaan we weer de toer sluiten. Even goed de steken open trekken. Met een halve vaste sluit je dan de toer. En dan heb je dus in het begin twee steken samen gehaakt en op het einde twee steken samen gehaakt. Dan gaan we nu weer met twee losse het weer keren en dan gaan we weer aan de binnenzijde haken. Dan moet ik heel even spieken. Ja, nu gaan we gewoon nog in elke steek een half stokje haken tot even kijken. Rij 4 is dus tot en met rij 7. Dus rij 4, 5, 6 en 7 ga je nog halve stokjes haken. En dan elke keer het werk keren. Dus bij rij 7, oh ik zit nu een stokje te haken, het is een half stokje. Bij rij 7, dus dit is rij 4, 5, 6, 7, dus nog 4 toeren. Haak je halve stokjes en iedere keer het werk keren. En dan zie ik je weer terug op het einde. Tot zo! Als je rijen 4, 5, 6 en 7 klaar hebt, dan gaan we aan de achtste rij beginnen. En daar gaan we dus eigenlijk hetzelfde, ik geloof, even kijken... welke rij was het? Oh ja, rij 3 gaan we twee halve stokjes samen haken en dan in elke steek een half stokje en dan weer twee halve stokjes samen haken. Even kijken vanaf welke kant ik kwam. Ik zit aan de goede kant, dus we gaan nu dadelijk weer keren. Dus je gaat nu weer aan de verkeerde kant verder. Twee lossen. En dan gaan we twee stokjes samen haken. Even kijken. Dit is de 1 pakje op. En het tweede pakje op. En dan halen we door alle lussen. Dan op elke steek een half stokje. En op de laatste twee steken doe je weer een half stokje, twee halve stokjes samen haken. Dus rij 8 is twee halve stokjes samen en in elke steek een half stokje. En dan zie ik je op het einde weer terug. Tot zo! Ik heb nu rij 8, het einde heb ik nu twee steken weer samen gehaakt en dan sluiten we de toer met een halve vaste. Dan moet ik altijd eventjes goed de steek zoeken. En dan pak je je schaar. Oh nee, je knipt nog niet af, sorry. Ik denk allemaal, je pakt je schaar, maar je laat de draad eraan zitten. Je hebt dus dan hier de mouw af. Die ga je ook aan deze kant zo verder haken. Zie je, dan heb je het mouwtje af. En dan ga je nu nog een leuk rijtje op de goede kant, 1 losse. En dan gaan we gewoon een rijtje vaste haken. Dus in elke steek 1 vaste. 1 vaste. En je sluit deze toer
Dus rij 9, die sluit je met een halve vaste en dan is je mouw klaar. En dan ga je ook aan deze kant je mouw aanhaken. Dus, dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Ik heb nu gewoon een randje vaste gedaan. Je kan ook gewoon iets anders eindigen, maar ik heb dus een randje vaste bij de mouw gedaan. En dan begin ik nu aan deze kant. En die doe ik hetzelfde als deze kant. Kijk, het loopt mooi door. En ik zie je dadelijk weer terug. En dan ga ik even deze mouw ook nog even haken. We zijn nu klaar met het babyvestje. We hebben nu twee mouwen. We hebben netjes randjes met vaste eraan gehaakt. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken naar deze tutorial van Iedereen Kan Haken. Graag de duimpjes omhoog als je hem leuk vond. Heb je vragen, stel ze hier onder de video. En ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Tot ziens!